Welkom in Kitty's keuken. Ja, ook ik moet een beetje aan mijn lijn tegenwoordig denken. Dus ik ga een koolhydratenarm hoofdgerecht maken. Afrikaanse kipcurry met broccolirijst. Wat heb je ervoor nodig? Nou, uiteraard kipfilet. Ik heb kiphaasjes genomen en in stukken vastgesneden. Dan heb je nodig een grote ui, gesnipperd. Ik heb er ook twee teentjes knoflook bij gedaan. Een stuk gember, geraspt en een halve rode peper erdoorheen. Verder heb ik geraspte winterwortel, een halve. En dat heb ik geraspt met dat mooie fruitje wat ik heel lang geleden uit Londen meenam. Ik heb een blikje tomatenblokjes nodig. Een pakje kokosmelk. Currypoeder. Garam masala. En limoen. Want citroen ben ik niet zo gek op. Limoen vind ik heel erg lekker. Dus dat hebben we allemaal nodig. En mocht ik iets vergeten zijn, dan vertel ik het er later nog wel bij. Ik ga beginnen met de olie warm te maken en daar de ui en de knoflook in te bakken. Ik heb inmiddels ook de rode peper en de gember erbij gedaan. En dat ruikt echt alweer heel lekker. De gember geurt er bovenuit. En nu gaat kipfilet erbij. Dat moet natuurlijk wel eventjes bakken. Heeft de tijd nodig, dus we gaan het een beetje zachter zetten. En dan wachten tot het wat gaar is. En dat ga ik direct laten zien. Zo, de kip is inmiddels gaar. Heeft zo'n 7 minuutjes lekker meegebakken. Dan wordt het tijd om daar de tomatenblokjes bij te doen. Het gaat er heerlijk doorheen. En dan gaan er ook nog wat kruiden door. En dat is dus de curry. Twee eetlepeltjes. Theelepeltjes natuurlijk. En de garam masala. Ook twee theelepeltjes. Oeh, het ruikt het weer vreselijk lekker. Een beetje Oosters, Afrikaans. Zo heerlijke luchtjes in je keuken. En het fijne ervan vind ik zelf, als je alleen bent kan je dat makkelijk zeggen, dat het zo heerlijk in je huis blijft hangen. Nou, dit mag nog even een tijdje doorpruttelen, zachtjes. Een kleine 10 minuten. En dan komt de kokosmelk er onder andere ook nog bij. Inmiddels heb ik ook het pakje kokosmelk er doorheen gedaan. En de geschaafde wortel. En ja, nu blijft het nog even een minuutje of 10 doorpruttelen. En dan ga ik aan de broccoli rijst beginnen. De Afrikaanse kipcurry is inmiddels klaar. Het ziet er heerlijk uit. En ja, je moet natuurlijk wel eventjes proeven. Dus dat ga ik nu even doen. Heerlijk. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Ik heb er wel nog wat zout in gedaan. Normaal doe ik het niet, maar in dit geval heb ik het toch wel gedaan. Ik zet dit even apart. En ik zet opnieuw een koekenpan op. En deze keer ook met olijfolie. En daar ga ik de broccoli rijst in bakken. Je kunt het ook heel makkelijk zelf maken. De roosjes in stukjes snijden, in de keukenmachine doen en heel fijn malen. En dat noemen ze dus broccoli rijst. Maar je kunt het ook in een doosje bij Albert Heijn kopen. En ik zal maar eerlijk zijn, dat heb ik gedaan. Want ik had er vandaag niet zo'n zin in om het zelf allemaal te doen. Er zitten geen toevoegingen aan, dus je kunt het gewoon gebruiken. En omdat ik inmiddels gehoord heb dat mijn buren komen, heb ik nog maar een bakje erbij gedaan. En dat ga ik direct dus bakken als de olijfolie heet is. Dan gaat er wat citroenzest overheen. Nee, limoen natuurlijk. Citroen vind ik niet zo lekker, heb ik al gezegd. En wat sap. Ja, en dan kan het samen gegeten worden. En dan is het gewoon alleen maar even wachten op de buren. Maar ja, zover is het nog niet. Ik ga eerst zorgen dat
de olijfolie warm genoeg is. Dat de broccoli hierin gebakken kan worden. Ik moet eerlijk zeggen, die broccoli heb ik zelf ook nog niet gegeten. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe dat smaakt. Maar ja, qua kleur past het heel goed bij elkaar. Het is koolhydraatarm, dat zei ik ook al. Dat is af en toe ook wel lekker. En vandaar deze keuze. Inmiddels is de olie heet. Gaan we ietsje zachter zetten. De broccoli kan erbij. Dat hoeft maar heel kort gebakken te worden. Het ziet er wel heel grappig uit hoor. Het is heel fijn gesneden. En wel grappig hoor, dat je rijst van groenten maakt. Dat doen ze tegenwoordig dus ook met de courgette. Dat doe ik zelf ook wel. Maar ook dat kan je kant en klaar kopen. Het is natuurlijk wel heel gezond. In plaats van echte spaghetti is een keer spaghetti van courgette te doen. Heb ik al een keertje gedaan. En mijn eigen courgettes die groeien ook lekker. Het net weer heel erg geregend. Dus dat is ook wel gunstig. Ze zijn nog maar zo groot. Maar het is wel heel leuk om te zien hoe snel ze groeien. En ook dat er mannelijke en vrouwelijke bloemen zijn. En die mannelijke bloemen, ja, die kan je gewoon zo opeten, maar er komt geen courgette aan. En dat was voor mij eigenlijk ook een beetje nieuw. Ik laat hem nog even wat zachtjes doorpruttelen. Het is nog een klein beetje knapperig, maar dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. Ik hou wel van groente die nog wat knapperig is en niet zo doorgekookt is of doorgebakken. Dus wat mij betreft, ik doe de limoenzest erbij. Dat geeft er natuurlijk ook weer een lekker smaakje aan. Je ziet het wel niet, omdat het dezelfde kleur heeft. Maar ik ruik het wel al. En ik zei het al, ik ben zelf heel gek op limoen. Dus er gaat ook nog iets overheen. En dat is ook in die Afrikaanse curry natuurlijk heel lekker om limoen bij te hebben. Want dat zijn toch wel dingen die in die keukens ook allemaal gebruikt worden. Ik denk dat het zo wel goed is. En dat het voor mij weer tijd wordt om een bordje op te maken. Dat bordje heb ik al klaarstaan. Ik heb ook zo'n mooi apparaatje om die schil van die limoen af te halen. Trek het er zo af. Ja, apparaatjes heb ik wel. Ik ga even een lepel pakken. Even de curry terugzetten in de tussentijd. Curry. Dan ga ik een bord pakken. Nog even een lepel voor de broccoli. Ja, dat is het voordeel als je alles bij de hand hebt. Ik heb er dus wat rucola op gedaan. Ja, een beetje groente erbij is natuurlijk ook wel leuk. Daar gaat dus de kip marsala op. Ik moet zeggen dat het een ontzettend mooi plaatje is geworden. Maar dat kunnen jullie direct op de foto nog veel beter zien. Ik zou zeggen, probeer het echt een keer uit en eet smakelijk.